Groen heeft vele voordelen, zo ook voor je dak. We zijn hier vandaag bij Green Revolution. Zij maken groene daken en daktuinen. En Matthijs gaat ons uitleggen wat het precies inhoudt. Volg. Matthijs, waar staan we? We zijn hier op het Zoet, op voormalig CSM-terrein. Bekend onder de Bredana's van de suikerfabriek. En we zijn hier op een tijdelijk initiatief met meerdere bedrijven waar de Stadskwekerij er een van is. Ik heb een passie voor groen, voor natuur en ik woon graag en ben graag in de stad. Dus die twee heb ik gecombineerd om het groen in het stedelijk gebied te brengen. En dat het liefst bij mensen op het dak. Het kweekproces, want we zijn hier op een kwekerij, begint eenvoudig met een tray. Het bodemplaat die wordt gevuld met substraat. Daar wordt de cassette mee afgevuld. En vervolgens na een jaar groeien met plantjes erbij ontstaat er een gesloten vegetatie, dus een gesloten bak. En dat is een soort van puzzelstukje wat je weer op het dak kan leggen. Nou Matthijs, en dan is de productie klaar en dan staan we ineens op een dak. Waar zijn we nu? We zijn nu in het Westpark bij een van de daktuinen die ik 2 jaar geleden heb gerealiseerd. Dus vanaf de kwekerij gaat het sedum in een bak het dak op. En wat we hier zien is dus de basis is sedum. En het leuke is bij dit dak is dat je ook vaste planten kan toevoegen met een diversiteit van kruiden. Zelfs een margriet zien we hier, maar ook een steenanjer, een bijenkorfje, verschillende kruiden zoals tijm. Kortom, dat kan allemaal toegevoegd worden op het dak. Nou goed, als je dus een groen dak wilt of zo'n daktuin, wat moet je dan doen? Ja, voor meer informatie en inspiratie verwijs ik je uiteraard graag door naar mijn website. En er is ook subsidiemogelijkheid in de gemeente Breda. En ook daar vind je meer informatie over op de website van de gemeente Breda. Nou, jullie horen het.